Can you match the pups with their badge? Hey, too much, Mia. Here we go, another pup-tastic rescue. What's that one? Dan zeggen we goedemorgen en welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Hi. Ik ga even de jas uitdoen. We zijn net terug van Jordi naar school brengen. En het regent. Ze hadden deze gisteren gekregen. Is een baby. Allebei eentje. Welke is van jou? Ja. Zijn ze allebei van jou? Ja. Heb jij twee baby's? Eentje is van Sammy toch? Maar je mag die wel lenen. Ja. Kijk, dit is een tutje. Zo. Ja, goed zo. Oh, dat is lief. Ja. Die is van Sam. Ja. Dit is Sam en dit is Liam. Ja. Mijn baby. Jouw baby. Baby. Jouw... Mijn pauw. Ja, is jouw baby, hè? Nou. Inmiddels zijn we weer thuis. Ik heb Liam wat lekkers gegeven. Dat doe ik al vaker als die andere twee broers slapen. Krijgt hij gewoon iets lekkers. Want... Hij vindt het ook gewoon heerlijk om eventjes mama tijd en dan gewoon even iets lekkers te hebben. Jordi en Sam slapen. Jordi heeft vandaag ook gezwommen, dus dat was heel mooi. Niet aan de hond geven, hè? Joef, ga maar naar de gang. Het is namelijk chocola. Vind ik een beetje eng. Jordi heeft vandaag gezwommen. Ik ben eigenlijk merendeel met de kinderen bezig geweest. Met de cadeautjes die ze gisteren hebben gehad. Zoals dan die pop. Maar ook dit. Dit is een labyrint. Zijn we gewoon heel veel aan het oefenen geweest vandaag. En Liam heeft hem door. Dus dat is top. Voor de rest dadelijk eten koken. En ja, dan is het alweer tijd om klaar te maken voor bed. En om alles klaar te maken voor morgen. Want morgen heeft Jordi weer een operatiedag. Krijgt hij weer botox in zijn holly. Wat ik vaak 's avonds doe na het eten als Niels thuis is. Dan ga ik altijd 20 minuutjes naar boven toe. Even op bed liggen en even de drukte weg. En dan ga ik meestal de pyjama's pakken. En toevallig heb ik die hier nog liggen. Want... ik had die nog niet opgeruimd. Dus ja, zorgen dat de kinderen hun pyjama's hebben en dat ze naar bed kunnen. Dan ben ik gewoon even aan het uitpuffen. En even, ja, niet tot mezelf komen, maar gewoon heel even dat. Dus tegenwoordig doen we dat heel veel. Gewoon om even mij een momentje even... ja, ontspanning, rust, hoe je het ook wil noemen. Gewoon dat ik even kan uitblazen. Voor de mensen die ons al langer volgen. Die weten, het gaat niet slecht met mij. Maar hey, het kan beter. Ik heb nog steeds heel veel pijn aan mijn arm. En nee, ik praat daar niet de hele tijd over. Want... ook al benoem ik dat ik fibromyalgie heb. En dat ik pijn aan mijn schouder heb, et cetera. Op het moment dat ik continu ga zitten vertellen. En zitten verkondigen van... oh, ik heb zo'n pijn. En oh, dit. En oh, dat. En... ja, dan ga ik mijn eigen alleen maar slechter voelen. Dus ik benoem dat liever niet.
Dus vandaag. Maar goed, ik heb alle pyjama's. En eigenlijk zou Liam morgen niet naar school gaan. Maar ik ga jullie straks uitleggen waarom hij wel naar school gaat. Of morgen. Ik leg morgen uit. Goedemorgen. Ik heb hier alleen nu Sam. Liam is naar school. Even uitleg daarover. Wij kennen de school van Liam en Sam kennen wij al jaren. En de juffen kennen we ook al heel lang. Het zou dus eigenlijk zo zijn dat, zeg maar, wegbrengen kan wel. Maar ophalen was een issue. Dus dat had ik ook aangegeven daarvan. Ja, ik wil hem best komen brengen. Maar ophalen is echt wel een ding. Want ik, dan moet ik heel Nederland door gaan rijden. Want ik moet van hier naar Trabbout bij je 40, 50 minuutjes onderweg. Ophalen. Of wegbrengen, dan moet ik terugrijden. Dan moet ik Liam ophalen. Dan moet ik weer heen en terugrijden. Ik heb ook natuurlijk nog Sam. Hè? Het moet realistisch blijven. En sowieso met mijn schouder. Het is niet aan te raden om zulke stukken te rijden. Nou is het niet zo dat Niels niet heen kan rijden. En als ik hem weer ophaal terug. Maar toch, hè? Het is niet het ideale ding om te doen. Dus ja, dat. Toen hadden ze... Vandaag hebben ze sowieso een observatie. Dat is gisteren pas besloten. Maar toen belden ze me op van... Goh, anders kan een juf, die ik dus al heel lang ken... Die heeft aangeboden om te zeggen van... dan brengen we hem gewoon om 3 uur naar huis. Dat maakt toch niks uit. Dus we hebben stoeltje meegegeven. En zij brengt hem dan naar huis. Maar dat is ook puur en alleen omdat we elkaar gewoon al langer kennen. En er gewoon de vertrouwen is in elkaar. Ja, dat. Dat is het eigenlijk. Dus zij gaat Liam straks naar huis brengen. Zodat ik thuis nog van alles kan doen. Want het is hier nog steeds één grote persbende. Ik was gisteren zo moe en ik had zoveel pijn. Ik kon niet meer. Ik zeg tegen Niels, ben ik klaar mee. Ik zeg, ik zorg dat alles klaar staat voor Liam. Ik zeg, en morgen doe ik de rest wel. Nou was het zo dat Jordi vanochtend nog gedoucht moest worden. Want ik kon dat gewoon weg gisteravond niet meer. Dus... Jordi is vanochtend door mij gedoucht. Niels heeft hem aangekleed. En ja, ik moet bij Jordi in de douche zijn. Of Niels. Omdat hij anders allemaal van die rare capriolen gaat uithalen. En je zei ik net uit die douche kom. Dus ik ga er gewoon in mijn blote kom bij zitten. En ik was hem en ik douche hem. En daarna douche ik zelf. Dus ik ben dan altijd schoon. Dus dat. Maar... Niels en Jordi zijn nu onderweg naar het Radboud. Jordi die moet er om 11:30 zijn. En tegen 13:30 wordt hij geholpen. En ja, dan zal hij tegen 16:00, 16:30 weer thuis zijn waarschijnlijk. Ergens rond die koers. Maar dan heb ik nu in ieder geval alleen Sam. Dan kan ik zo dadelijk eventjes naar de winkel met Sammy. En dan wat boodschapjes halen. En dan kan ik hier aan de slag. Want... ik heb eventjes wat dingen naar boven laten zetten. En ik ga eventjes wat speelgoed veranderen. Zodat het allemaal weer leuk is en blijft natuurlijk. Dus dat is wat ik ga doen. En nee, dat ga ik niet filmen. Want ik moet dat sjouwen. En dat is nou niet bepaald verstandig. En nou weet ik dat mensen in de comments gaan zeggen... Mandy, dit, dat, zus, zo. Klopt. Maar ik heb het in mijn hoofd zitten. En als ik het in mijn hoofd heb zitten, heb ik het niet in mijn kont zitten. En als het in mijn kont zit, ja, dan komt het eruit. Dus... nee, ik moet dat uit mijn hoofd hebben. Dus dat ga ik doen. Ik ga even Sam kleren pakken voor Sam. En dan ga ik eventjes Sam aankleden. En zorgen dat hij met mij mee naar de winkel kan. Jordi is lekker in zijn bedje aan het spelen. Hey Jordi. Ben je lekker aan het spelen? Jordi mag nog even een uurtje hier spelen en dan gaat hij naar, moet hij omkleden voor de OK. En dan ja, is een snelle ingreep en daarna gaan we weer hopelijk snel naar huis. Waar? Pink? Pink. Mm. Wow.
Ik heb hier de boel helemaal veranderd enzovoorts, gepoetst, gedaan. Dus alles is weer netjes. Het is nu aan het drogen, dus ik ben er even op aan het wachten. Ondertussen ben ik nu even met Sammy aan het knuffelen. Oh, lekker knuffelen met jou. Dus ik heb de boel aan kant hier. Boven staat nog wel een hele hoop hoor. Maar beneden is het zover dat als Jordi dadelijk thuis komt en Liam thuis komen, dat ze gewoon lekker in een schoon huisje terug zijn. Wat is dat? Wat ben je aan het kijken? Wie is dit? Wie is dat? Laat eens zien. Laat zien, wie is dit? Daar. Wie is dat? Die. Bing. Is dat Bing? Daar ben je nu wel heel gek op, hè, op Bing. 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 Goed zo. Ja, dat is de bus van papa. Ondertussen is Liam thuis. En Niels is onderweg naar huis. Hij zit te wachten op papa. Dat laat ik hem altijd doen. Papa, bus, ja, klopt. Ik laat hem vaak wachten op papa. Want dat vindt hij prettig. En Sam gaat er nu ook bij zitten. Papa komt eraan. Ja, papa is onderweg. Dus dat. Wat is er? Wat is er? Ja? Hier. Ja, hè? Ben je thuis, hè? Ja. Kun je lekker poepen? Dit is wel van Sam. Zullen we dat maar even doen dan? Doe maar Jordi een ei over zijn bol geven. Doe maar goed gedaan, Jordi, vandaag. Ja, zeg maar goed gedaan, Jordi. Heel goed gedaan, hè? Nu heb je heel goed gedaan, hè? Moet je ook? Moet je ook kriebelen? Lekker een kus komt. Ja, vind je het fijn? Ja. Ja. En als je dan met z'n allen thuis bent, dan eet je kip tandoori.
Liam eet dat niet. Liam heeft liever een melkbroodje. Sammy wel. Sammy houdt hier allemaal van. Van een apart eten. Jordi eet ook. Zo. Na het eten ben ik naar boven gegaan. Heb ik 7 wasjes opgevouwen. Want hé, dat gaat gewoon door natuurlijk. En Niels is op dit moment werken. Ja, die had een klusje. Dus ja, dan ga je daarheen. Alles ligt in bed. Liam en Sam liggen al te slapen. Jordi zit nog wakker in bed te spelen. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft wel paracetamol gehad. Maar hij heeft geen pijn. Maar hier moet hij gewoon even doorheen. En dat is niet erg. Dat is helemaal prima. Ik heb daarna mijn pyjama lekker aangetrokken. Ik heb vanmorgen heb ik alles al klaar. Want Liam en Sam gaan gewoon naar school. Jordi blijft morgen nog wel thuis. Want morgen is zijn kont bont en blauw. En mag er niemand aankomen. Dit is in ieder geval de ervaring die ik daarmee heb. En dan kijk ik morgen even hoe het gaat. Hij heeft meestal ook nog 1 dag, 2 dagen last van de narcose die hij heeft gehad. Dus daar moet ik gewoon even op letten. Dus ik moet hem even in de smiezen houden, zoals ze dat noemen. Ik moet morgen ook naar fysio, maar Jordi die gaat lekker met mama mee. Goedemorgen. Jordi is bij me komen zitten. Doet hij normaal ook nooit. Deze manier dan. Zet hem bovenop me. Gaat goed. Hij heeft wel paracetamol gehad, dat wel. Want hij gaf aan dat hij last had van zijn kont. En nou zit hij lekker even bij mama. Sam zit ook bij mama. Liam zit daar. Ik ga dadelijk iedereen aankleden verder. En zorgen dat deze en de andere op school komen. Zo, ik ben Jordi even krentenbollen aan het geven. Want ik moet hem zo klaarmaken, want dan moet ik naar fysio. Maar dan heeft hij in ieder geval gegeten en gedronken. En, want hij wil 's morgens, wil hij nooit. Hij wil altijd pas tussen 9:30 en 10:00 ergens een keer eten. Eerder wil hij geen hap door zijn keel krijgen. Nou, prima jongen. Dus hij krijgt nu een krentenbol. Normaal krijgt hij altijd fruit. Maar daar heb ik nu eigenlijk geen tijd even voor. Dus dan is het even makkelijker. En ja, een keer anders is ook niet erg. Dus dat. Kindje zit op school. Ik heb net even gauw alle troep opgeruimd die de kinderen gemaakt hadden nog vanochtend. Want ja, ze maken altijd troep. Dus dan is dat alvast weer opgeruimd. Dus dat uit mijn systeem. En nu ben ik Jordi aan het doen. En hij heeft ook alweer gepoept. Maar ja, ik moet over 20 minuten ongeveer weg. Dus ja, dan maar beter zo, toch? Dus krentenbolletje. Ja, hij krijgt 2 kleintjes. Ja? Lekker hap bij, jongen. Ja, ik had het hier trouwens veranderd. Meer mama's handje, hè? Ik had het hier veranderd, zodat hij nog iets meer speelruimte heeft. Hé, jongen? Dan moet ik even verder dit doen en dan dadelijk klaarmaken, zodat ik de pijnbank op kan. Nou, ik ben weer op de pijnbank geweest. Ze heeft naar mijn schouder gekeken. En daar heeft ze van alles mee gedaan. Ik ben nu weer thuis. Ik heb medicijnen gelijk even opgehaald. Want, ja, iets met macrogol. En mijn eigen medicatie natuurlijk. Want ook dat is nodig. Schildkliermedicatie en mijn pijnmedicatie. Dus, ja, dat. En het is nu 11:30. Dus ik ga daar zorgen dat Jordi eten heeft. En dan ga ik zelf even eten. En dan wachten tot, moet om 3:00 ongeveer de kinderen bij de kinderen zijn. Dus 2:15 aanrijden. Nou, dus, hè. Dat. En om 3:30 staat hier de ergotherapeut met welzorg.
voor Jordi zijn buggy. Ja, ik noem het altijd buggy, maar ze noemen het de rolstoel. Ik vind het meer een buggy. Maar goed, hè, dat. Ik heb iets leuks te melden. Nou ja. Als moeder zijnde van normale kinderen ga je dit nooit meemaken. Maar, hè. Als kind van, als moeder van een kind met een beperking. Ga je hier heel blij mee zijn. Jordi heeft natuurlijk een wandelwagen, een buggy. Ik al eerder verteld had, als ik het er niet heb uitgeknipt. Maar in ieder geval, dat. Nou zijn de mensen van welzorg hier geweest. Of in ieder geval een man van welzorg. En de ergotherapeute van Jordi. En zij, de ergotherapeute, die was hier ook om mij te ondersteunen. Omdat ik ook gewoon zenuwachtig voor zoiets word en zo. Dus ja, we hadden al in principe al besloten van dit moet hem worden. Of in ieder geval, dit is wat nodig is voor Jordi. Ja, dat. Het gaat een rolstoel worden. Met een blad, zeg maar, waar die zeg maar zijn eigen tafeltje heeft. Waar die zelf kan, of ja, zelf, ja, met oefenen kan hij het zelf. Waar die zelf in kan gaan zitten. Op een bepaalde manier, hoe je het hem aanleert. Het zijn wel grote wielen. Hij krijgt superstoere spatborden. Die mag ik morgen als het goed is uitkiezen. En ja. Dus er gaat hier wat veranderen voor Jordi. In de zin van mobiliteit. En nee, je moet niet denken van wij willen Jordi in een rolstoel hebben. We doen zoveel mogelijk aan de hand. Et cetera. Maar hij is deze buggy gewoon ontgroeid. En dat zei hij zelf ook. Hij heeft brede schouders. Hij moet fatsoenlijk in zijn stoel kunnen zitten. En dit is niet ergonomisch voor zijn postuur, et cetera. Hij is dit gewoon volledig ontgroeid. En de behoeftes die je nu hebt zijn natuurlijk anders dan toen. Toen wij deze kregen. In bruikleen. Want je krijgt zulke dingen in bruikleen. Dus ja, hij gaat volledig aan de behoeftes van Jordi aangepast worden. En ik weet niet wanneer dat is. Daar kan een maand overheen gaan. Maar het is in ieder geval in gang gezet. Dus ik ben blij. Hoe blij kun je zijn als moeder zijnde met zoiets? Maar goed. Ja, dat. Ik ben gelukkig. Want dat betekent dat Jordi weer fatsoenlijk in een stoel kan zitten. En niet altijd met zoveel problemen, want deze stoel is hij echt ontgroeid. En dat zei hij zelf ook al. Dus ik ga weten, frietjes. Ik ga voor de kinderen alles klaarzetten dat ze kunnen eten. Jordi ga ik eventjes daar eten geven. Want die heeft nu alweer even genoeg prikkels gehad voor vandaag. Morgen blijft hij ook nog thuis, want hij heeft echt pijn aan zijn kont. Zorgen is lastig, maar mij lukt het. Ook ondanks ik last van mijn schouder heb. Ik heb gewoon mijn foefjes natuurlijk. En ja, dat dus. En dan komt Niels thuis, gaan we eten. Nou ja, hè, dat. Kindjes liggen in bed. Ik heb net even boodschapjes gedaan. Want vrijdag trakteren zowel Liam als Sam op hun schooltje voor hun verjaardagen. Sam is pas volgende week jarig. Dat is voor mij gewoon makkelijker. En dan is het ook gewoon prima georganiseerd op deze manier. Want dan kan ik alles gewoon in één doen. Dus vandaag. Wat ga ik maken? Ja, ik ga jullie dat morgen laten zien. En zeg maar, ik maak alles een dag van tevoren. Dus ja, dat was mijn bedoeling. Dus dat is wat ik ga doen. Hier nog even opruimen. En dan niet veel doen, want ik heb er gewoon geen zin in. Dus dat. Vanavond wel even douchen. En dan zien we het wel weer. Morgen! Hallo. Alles is vandaag thuis, want op donderdag gaat hij en hij niet naar school. Hi! Ja! Ze hebben al drinken gehad. Jordi ligt nog te slapen. En dat laten we ook zo. Want ik wil dat hij eigenlijk morgen wel naar schooltje gaat. Maar we wachten het af. En morgen doen jullie trakteren op school. Ja.
als het niet gaat, dan gaat hij niet naar school. Maar hij heeft gisteren over buikpijn geklaagd en alles. Ja. Gisteravond wel heel erg goed gepoept. Dat wel. Maar we wachten het even af. Ja. Ja, want hij zit de hele tijd bij mama. Hij wil niet weg. Lastbos. Inmiddels zijn we alweer even verder. Fruit gehad, drinken gehad. Verschillende luiers weer gedaan. Liam is lekker aan het spelen. Ik heb deze ook weer gemaakt voor Jordi. Dat zijn droge washandjes, die maak ik nat met water. Die wring ik uit en die liggen klaar als doekjes voor zijn kont. Want ik wil niet dat hij een rode kont krijgt. Hè? Dat. Nu ga ik die scheidvaatwasser doen. Want ik heb daar zo zin in. Ik heb daar toch geen zin in. Maar goed, we moeten het toch doen. En dan is het over een uurtje alweer tijd om lunch te regelen. Dus dat gaan we doen. Ja, ja. Ik heb ook alweer wasolie aangezet. Ik heb heel even snel Peppa's pighuisje weer in elkaar gezet. Ik heb even een huisje voor Liam hier gemaakt ook. Want Liam wil heel graag spelen met huisjes. Dus gaan we dat gewoon doen. En het is gewoon al bijna een uur verder sinds dat ik daarmee begon. Ik ga nu bedenken wat ik ze aan eten ga geven als lunch. Ik denk dat ik... ik weet nog niet wat het heet. 1, 2. Ja! Zo! Jij wou niet, hè, dat mama jou los liet. Nee. Kesera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Kesera, sera. Door het raam kon zijn, maar je raadt het niet, maar je raadt het niet. Goed zo. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet een duizendpoot die schoen dat goed ze is. Goed zo. En dat is 1. En dat is 2. En van je dikke, dikke, dikke tante Kie. En dat is rechter. En dat is krom. En zo draaien we het liedje nog eens om. Bom, bom. Ja, baby, ja, papa. Over jou. Ik hou van jou. Auto. Waar? Waar is auto? Auto. Hi Sam. Oh, Sam er ook bij. Maar ik kan jullie niet allebei tillen. Sam. Sam. Ja, dat is Peppa. Goed zo. Maar Sam kan er niet bij zitten. Maar mama kan jullie niet allebei tillen. Dat was een moment dat dat ging. Maar nu niet meer. Mama, jou loslaten? Mama, jou loslaten? Kijk eens even naar mama. Het is klaar. Ik wil best zo doen met jou. Kesera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Kesera, sera. Kom, gaan we samen doen? In de maneschijn, in de maneschijn, klom ik op een trapje door het raam. Kom, zij. De tablet van Jordi is aan het kloten. Dus nou verveelt hij zijn eigen. Ja, heb je weer gepoept? Ja.
Kijk, nou doet die tablet het weer. Even, ja, kan nog even. Dan gaat hij weer verder. We zijn er namelijk mee bezig dat Jordi onbewust dingen tegenkomt. Hier, schatje. Nee, hier geen. Nee, niet ruzie maken. Hij doet het nu weer. Maar we zijn ermee bezig dat Jordi per ongeluk dingen tegenkomen. Dingen tegenkomt. Maar goed. Hè? Ik heb net al mijn fruit gewassen. Dat is ook tevens voor morgen. Ik ga nu de vaatwasser aanzetten. Want ik heb ook allemaal bakken uit de kast, achteruit de kast gepakt. Die ik voor morgen nodig heb. Dus die ga ik ook even de vaatwasser in gooien. En dan ja, ben je toch bezig zo, hè. Je blijft bezig met al die... jong. Inmiddels ben ik bezig met eten maken. Jordi heeft zijn plekje op de... zitzak gevonden. Hij heeft er net de hele tijd op gelegen, hoor. Dat was echt... Liam was in slaap gevallen. En die mama weer wakker gemaakt. En Sam is acrobaat. Suicide Sam. Dus dat. Ik moest even mijn arm goed terugkrijgen. En wat eten we? Kipsnitzel met aardappelkroketjes en boontjes. Ja, ik heb geen zin om het moeilijk te doen. Want ik heb straks nog een heel menu of een hele lunch te maken. Dus doe niet al te moeilijk vandaag. Je hoort ondertussen Joef. Hoor je de koekjes opeten. Het is inmiddels 1:15. En ik ga zo deze vlog afsluiten. Maar eerst ga ik jullie even vertellen wat ik vanavond heb gedaan. Morgen vieren Sam en Liam hun verjaardag op school. Het is een pedagogisch kinderdagverblijf. En er zitten eigenlijk allemaal kindjes met probleempjes. Hun zien natuurlijk ook de broodtrommels van de kinderen. En ik zei op een gegeven moment, want iedereen vindt het hartstikke leuk. Ook de juffen zijn hartstikke enthousiast hoe dat ik dat doe. En kindjes vinden het ook allemaal interessant en zo. Dus toen zei ik van, nou weet je wat, dan maak ik wel lunch als tractatie. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb foto's gemaakt. Maar het was gewoon te veel, zeg maar. Ik wou gewoon even in mijn hoofd, zeg maar, zijn. Gewoon om dat te maken. Maar wat heb ik nou gemaakt? Ik heb... Je ziet hier nu een foto. Ik heb een snacktreetje gemaakt. Met een kaasje, een komkommertje, een worteltje, twee koekjes. En een dipsausje en een tomaatje. En gewoon lekker. Zodat ze lekker kunnen dippen. Ik heb gemaakt... er zitten kindjes bij hun in de klas die moslim zijn. Dus ja, ik probeer daar toch altijd wel een beetje aan te denken. Dus ik heb kip knakworstjes in bladerdeeg gemaakt met kaas erop. Ik heb appelflapjes gemaakt voor de kindjes. Ik heb een fruitbakje gemaakt voor de kindjes. Want het is altijd lekker. We doen dit gewoon met de lunch. Maar ze kunnen ook zeggen van, we zetten het fruit gewoon onder het fruit eten erbij. Dat kan ook gewoon, dat is geen probleem. Ik heb pannenkoekjes gemaakt met chocopasta en jam. Zie je hier. En ik heb sandwiches gemaakt. Dat is de lunch voor de kindjes morgen en voor de juffen. En dan heb ik ook nog sensoryballen geregeld. Want al die kindjes hebben natuurlijk hun eigen problematiek. En vaak vinden ze het fijn om gewoon lekker bezig te zijn. Dus ik heb voor iedereen... Het zijn allemaal verschillende soorten, hoor. Dus deze, deze en nou, dat. Dat heb ik gedaan, zodat ze dat mee naar huis kunnen nemen. Ik heb voor alle juffen heb ik een celebrations gekocht.
En er is natuurlijk ook een juf die daar doet poetsen. Ja, voor mij zijn het gewoon ook juffen. En die krijgt ook een celebrations. Dus dat is wat ze morgen lekker gaan snoepen en snaaien. En het is natuurlijk te veel. Maar ik heb liever dat het te veel is, als dat iedereen nog honger heeft. Dus dat. Dan ga ik morgenochtend allemaal meenemen. Ik ga eerst Jordi naar school brengen. Ook daar heb ik alles klaar voor gemaakt. Zijn fruit, zijn brood, et cetera. Dus die ga ik morgen eerst naar school brengen. Dan ga ik Liam en Sam naar school brengen. Breng ik hun eerst naar binnen. En dan ga ik alle snaaierij pakken. En dan doen hun trakteren. Als ik wil, mag ik er allemaal bij zijn. Maar ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Niet omdat Sam en Liam op een andere groep zitten en mama dan heen en weer moet lopen, dat allemaal niet. Nee, en de juffen waren dit met me eens. Dat is gewoon te verwarrend. Ik ga niet zoveel verwarring voor de kinderen creëren. Niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor andere kinderen. Ik vind dat gewoon niet nodig. Dus ik heb gezegd, maak maar lekker foto's. Vind ik veel leuker. Dus ze doen morgen foto's voor mij maken. Dat is dus wat ik wat morgen gaat gebeuren. En dan als ik ze heb weggebracht, ga ik even een paar boodschapjes halen. En dan ga ik hier wat dingetjes doen. Dus dat. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.